Goedemiddag allemaal, welkom bij deze sessie van het Topsector Logistiek Congres, laatste in de rij. En deze gaat over, heeft de titel Lego bakken, bufferen om keteneffecten te isoleren. We zullen onszelf even voorstellen, ondertussen start ik even de poll op. De vraag aan iedereen om zichzelf ook even voor te stellen. Die verschijnt als het goed is in beeld naast het scherm. En die gaat over de vraag wat voor type organisatie u bij hoort als u kijkt naar deze sessie. Dan hebben we ook een beetje idee wie aan de andere kant van het scherm is. Want voor de rest, behalve dan via de chat die open is voor iedereen, krijgen we geen feedback. Die chat kunt u gebruiken om vragen te stellen, opmerkingen te maken of wat u ook maar wil. Die volg ik en dan zal ik ook ondertussen dat soort vragen oppakken om aan Arjan te stellen. Want dat is degene die naast me staat en van heel veel dingen weet. Arjan, kun je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Arjan Sieremans. Ik werk bij OPOVO en ik zwerf op allerlei delen in de keten rondom containers vanaf het achterland tot op de diepzee. Dus ik kom eigenlijk alle situaties tegen die je maar kan tegenkomen met betrekking tot diepzeecontainers. Nou, en we gaan het hebben over diepzeecontainers en over de keten in het geheel. Ondertussen gaan we eens even kijken of de poll al wat terugkomt. Even kijken. Ja. We hebben wat terug en we hebben nog een beperkt aantal reacties, dus we wachten even. Ondertussen geef ik de klikker aan jou, Arjan. Over dit onderwerp is heel veel te vertellen. Al een tijd lang is een groep van mensen die van de organisaties APOVO, Pontea, TNO en Buck Consultants zijn bezig met dit onderwerp. Ik mag dat begeleiden. We hebben het voor deze sessie teruggebracht tot één Arjan. Om een overview te geven van wat gaat dit nou eigenlijk om en wat zit er eigenlijk allemaal achter in dit systeemdenken. En ik mag alle leuke en domme vragen stellen, want hij weet er het meeste van. Dus mijn bedoeling is om Arjan zoveel mogelijk te laten vertellen over de enorme hoeveelheid dingen die hij weet, zodat u dat erg leuk gaat vinden. Ik doe nog eens een keer even de poll trouwens, kijken of ik dat terug kan vinden, wie er allemaal zit. En we hebben voornamelijk overige overheid en verladers aan het beeld. Hartstikke leuk. Arjan. Dus even naar de volgende sheet gaan. Dit is geen Rotterdam toch? Nee, dit is een Antwerpen. Dus het is een andere... Pak je microfoon. Andere haven is dit, maar in principe dezelfde problematiek. Dus dat, en de problematiek is? De problematiek is vooral zeg maar de dynamiek op de, zeg maar in de keten. Waarop de verschillende partijen moeten inspelen en die daarin samen moeten werken. Waar we zo meteen een stukje over gaan. Dan hebben we dus over de containerafhandeling aan een kade waar zowel diepzee als binnenvaart containertransport gedaan wordt. Daar hebben we het over. Oké. Je hebt me wel eens zitten vertellen is van, we kijken vaak naar de binnenvaart alleen, maar dat is het niet. Als je goed wil kijken, dan zou je het eigenlijk moeten zien dat er een aantal partijen zijn die hun eigen natuurlijke cyclus hebben. En de kunst is dat al die cycli die komen bij elkaar in de haven. Kun je daar iets meer over vertellen? Dat is correct. Er zijn verschillende partijen betrokken in de keten. Dat is enerzijds is dat zeg maar de verlader, die zijn container wil laten transporteren. En die daar ook een eigen logistiek proces heeft, die dat wil aansluiten op de, zeg maar, op die keten naar de diepzee. Om te zorgen dat de containers overal over de wereld worden bezorgd. Daarbij heb je forwarders, die zeg maar freight forwarders, die samen werken met de verladers. En die zorgen dat de lading wordt getransporteerd. En die ook de zaken rondom douane, et cetera, regelen. Daarnaast heb je de diepzee-rederijen, die over de diepzee zorgen dat ze zeg maar, tussen de verschillende werelddelen wordt uitgewisseld. De terminal uiteraard om te zorgen dat die containers op de diepzee-terminal worden overgeslagen op de diepzeeschepen of op de barges of op een truck of een trein. En de inlandterminals die in het binnenland de containers laden of lossen. En de barge operator zelf? En de barge operator zelf. En eigenlijk... en als je die cijfers even terug mag zien van de vorige... Het aantal shipping lines, dat is internationaal. Het aantal terminals en barges, dat is Nederland, als ik het goed heb. Dat gaat natuurlijk in Nederland gaat het veel dieper natuurlijk het achterland in. Hè. Dat gaat tot aan Basel, kun je met de containerschepen komen. Weer de binnenvaart over. Het gaat mij om de aantallen, dus 11 main operators, dat is wereldwijd. Ja. Oké. Okay. En eigenlijk de dynamiek begint op de diepzee, waarbij we natuurlijk allerlei producten uitwisselen over verschillende regio's. En die ladingstromen die gaan over de hele wereld. En rederijen moeten proberen eigenlijk met hun grote diepzeeschepen rondjes te varen rondom de wereld. En die proberen natuurlijk zo min mogelijk leeg te varen. Dus die proberen allerlei combinaties te maken van regio's.
En eventueel kijken of ze in regio's kunnen overslaan of kunnen samenwerken met andere partijen. En het is heel belangrijk voor die schepen om door te varen. Dus zij kunnen, als we een dag vertraging hebben, dat kost een behoorlijk wat geld. Als ze te laat zijn bij het Suezkanaal, dan kan het een hele grote vertraging betekenen. Dus ze willen continu doorvaren. En ze moeten kijken hoe ze kunnen zorgen dat die schepen vol blijven. En dat levert samen met weersomstandigheden vertragingen op de diepzee. Leidt dat tot grote golfbewegingen eigenlijk in de planning over de diepzee. En die golfbewegingen die bewegen eigenlijk weer door in het achterland. Ze proberen eigenlijk als er een probleem is te kijken hoe kunnen we dat probleem oplossen. Het kan zijn dat ze soms per seizoen wisselende samenwerkingsverbanden hebben. Zodat ze samenwerken met een andere diepzeerederij om lading te transporteren. Ze kijken of ze de grote schepen kunnen overladen op kleine schepen. Of ze passen de vaarschema's aan. Dus dat ze de ene keer zeggen we gaan naar Antwerpen of we gaan naar Rotterdam. Of we komen een dag later voortaan waardoor je eigenlijk in het achterland ook weer je hele planning moet gaan aanpassen. Of als het overdag fout gaat dan kan het zijn dat ze gewoon de haven overslaan. Om dan toch op tijd te kunnen zijn bij de volgende haven. Of overwege dat laat losse acties besluiten om door te varen. Om in ieder geval het rondje over de wereld te kunnen blijven maken. Zodat ze in ieder geval daar niet uitlopen. Dat heeft wat effect op de rest? Dat heeft meteen een effect op de rest. Want de rest moet eigenlijk altijd kijken naar, als we een container gaan bestellen, daar zitten bepaalde voorwaarden aan, bepaalde windows. Je kunt een container, de eigenaar van de container, die geeft een container beschikbaar om daar lading in te transporteren. En die eigenaar die wil natuurlijk ook zorgen dat zijn container zoveel mogelijk wordt gebruikt. Dus je kunt niet heel lang je container in je gebruiken om te laden en te lossen. Daarnaast heeft de terminal natuurlijk ook een aantal windows, want die wil niet dat er containers te vroeg worden gebracht. Want dan wordt de terminal die wordt dan volgeladen met containers en gestapeld. En dan gaat eigenlijk de efficiëntie van de container terminal gaat eigenlijk naar beneden. Dus het brengen van een container naar de haven, daar is een bepaalde termijn voor. Om als eerste te brengen, maar ook je moet hem 24 uur van tevoren, voordat het zeeschip vertrekt, moet je ze ook op de kade hebben staan. Daarnaast is het zo dat containers natuurlijk aan de andere kant, als ze gelost zijn op de diepzeekade, mogen ze daar ook niet blijven staan. Want als ze daar blijven staan, krijg je hetzelfde verhaal van het stapeleffect. Dus je hebt een bepaald window waarbinnen je die containers kan ophalen en kan brengen. Dat geldt voor de diepzeeterminals, maar het geldt ook weer voor de freight forwarders die windows ook opleggen aan de verladers. En de verladers die windows hebben, die misschien weer afwijken van de windows die hier zitten. En eigenlijk moet je continu proberen tussen die windows in te laveren, om te zorgen dat je container op tijd wordt gebracht en op tijd wordt gehaald, zodat hij met de diepzeeterminal kan worden geladen. En eigenlijk door die grote, de schepen die worden nu steeds groter, de diepzeeschepen, waardoor ze nu ook soms gewoon 36 uur lang aan de kade liggen en geladen gelost worden. Dat leidt er weer toe dat er eigenlijk weer kleinere zeeschepen, dus short sea schepen, worden ingezet om de lading van de grote schepen weer naar de andere landen toe te brengen, die niet door de grotere schepen worden aangedaan. Waardoor je eigenlijk nog meer acties krijgt en nog meer pieken eigenlijk. Je kunt je voorstellen als een diepzeeschip binnenkomt, die gaat 36 uur laden lossen. Die containers die moeten weer eventueel overgeslagen worden om andere Europese bestemmingen aan te doen. En daarnaast komen de binnenvaartschepen, die komen eigenlijk op die windows af, om binnen dat window containers te brengen en te halen. Dus een soort enorme piek op één moment. Een enorme piek op één moment. En als die piek op een gegeven moment door vertragingen of door ontwikkelingen op de diepzee veranderen, dan krijg je een soort domino effect. En het domino effect, dat is vaak een groot probleem om dat weer te zorgen dat het domino effect wordt opgelost. Okay. En eigenlijk, als je kijkt, de diepzeecyclus, die heeft dus een grote invloed op de andere cycli. En de andere cycli is onder andere in het achterland. In het achterland worden natuurlijk ook vaarschema's neergelegd, waar men probeert om de binnenvaartschepen zo optimaal mogelijk in te zetten. Dus als je heel veel lading hebt, je zit heel dicht bij Rotterdam, dan kun je een grote frequentie varen. Als je heel ver van de diepzeehaven zit, dan moet je in een hogere frequentie varen. Dus afhankelijk van de lading die je beschikbaar hebt, probeer je in de frequentie op Rotterdam te varen. En probeer je zoveel mogelijk binnen die windows die je hebt in Rotterdam, om daar afgehandeld te worden. Ja. Dus als je heel dichtbij zit, dan kan je een kleine schip neerzetten en dan kan je misschien precies op die windows mikken. Maar als je ver weg zit, ja, dan moet je eigenlijk meerdere terminals aan gaan doen. En dan krijg ik een probleem dat je meerdere windows, meerdere terminals moet aandoen. En dan kom je in de problemen. En dat zie je dan verschijnen op de diepzee terminal. Waar de terminal zelf problemen krijgt, zeg maar, met het afhandelen van de containers op de terminal zelf. Waarbij ook de binnenvaartschepen die rondjes varen langs verschillende terminals, eigenlijk op een gegeven moment in een verstoring gaan. Ja. Dus de variaties beginnen in principe met diepzee om redenen die voor hun heel logisch zijn. En die cascaderen dan, die klotsen dan naar de rest door. Ja. En andere mensen zeggen, hey, ik had ook een plan en dat past niet bij mijn plan. Ja.
En als je het over NextLogic hebt, hè, het planningsproces in de haven, gaat het nou alleen maar over terminal en haven of over achterland? Op welk deel mixt NextLogic? Die richt zich op de regie in de haven. In de haven heb je natuurlijk, er staan kranen beschikbaar en er komen mensen die hebben capaciteit nodig om containers te verladen. En NextLogic kijkt eigenlijk welke containers zijn, welke vraag is er voor afhandelcapaciteit en welke afhandelcapaciteit is beschikbaar. En op die manier wordt daar, zeg maar, eigenlijk die puzzel wordt opgelost eigenlijk voor de verschillende partijen door centrale regie, eigenlijk een centrale planning, de terminals en de containers. Ja. Ja. Oké. Ja, dus dat is eigenlijk een grote oplossing eigenlijk om we hebben nu is het eigenlijk iedereen voor zich. Iedereen komt de haven in en die gaat proberen de planning te volgen. De planning loopt anders, want de diepzee loopt anders. En vervolgens moet iedereen erop reageren om het op te lossen. En zo meteen heb je daar een stukje regie op. Ja. Oké. Dan is alle problemen weg. Dat is een groot deel van de problemen weg, maar er zijn nog veel meer problemen die eronder liggen. Want het is afhankelijk van hoe je natuurlijk naar de haven toe komt. Ja. Als je natuurlijk met die bonte bakken komt en gaat zoveel mogelijk terminals aandoen, dan heb je natuurlijk nog steeds de rimpelingen krijgt in de diepzee. En even voor mensen die dat niet kennen, bonte bakken of bonte schepen, wat is dat? Bonte bakken zijn eigenlijk die schepen of de binnenvaartschepen die verschillende terminals aandoen in Rotterdam. Dus als je uit een bepaalde regio komt, dan heb je, zeg maar, niet voldoende volume om bakken te richten op per diepzeeterminal. Dan krijg je een bonte bak, want dan neem je eigenlijk een binnenvaartschip mee met containers voor verschillende terminals. En dan krijg je het verhaal dat je door Rotterdam moet gaan varen en dat je eigenlijk door verschillende windows dat je daar aan moet gaan houden. En als daar één verstoring in komt, dan gaat de rest gaat erin mee. Dus hoe bonter, hoe moeilijker? Hoe bonter, hoe moeilijker, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus, en waarom hebben we veel bonten? Misschien de rest, of loop ik nou vooruit op... Oké, ik zal even kijken wat de volgende sheet was. Dat ging over de rimpelingen. Dan gaan we even door hierop, want ik was te vroeg. Ja, dus je ziet eigenlijk die rimpelingen in de diepzee. Die hebben eigenlijk gevolgen via de haven in het achterland. En eigenlijk zie je dat er echt heel veel ruimte wordt genomen in de planning. Dus heel veel slack wordt genomen in de planning. Om te zorgen dat al die inefficiencies in de keten, dat die op elkaar worden afgestemd. Dus je ziet vaak in het achterland dat partijen extra barges beschikbaar hebben, extra bargecapaciteit beschikbaar hebben om vertraging in Rotterdam op te vangen. Op de diepzeeschepenkant wordt er natuurlijk ook rekening gehouden om te kijken van hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk varen. Dus er zit heel veel ruimte eigenlijk, heel veel capaciteit is er eigenlijk beschikbaar die eigenlijk onbenut blijft daardoor. Ik heb ook eens gehoord dat er sprake is van overboeking, net zoals bij stoelen in een vliegtuig. Dus komt vast wel iemand niet opdagen. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Hè. Natuurlijk, uiteindelijk in het achterland heb je natuurlijk de keuze als je een container laat transporteren. Want je kan zeggen ik ga met de binnenvaart, ik ga met de trein. Of ik ga met de truck. En dat kan je natuurlijk op het laatste moment kan je dat beslissen. Om een keuze te maken in modaliteit. Dus het kan zijn dat een terminal verwacht dat hij met de binnenvaart komt. Maar dat hij dan toch met de truck komt. Of te verladen is het in een andere planning. Dus het is altijd die afstemming van hoe kun je in de keten zorgen dat je barge volhoudt. Dat je in ieder geval voldoende dekking hebt. En dat je gewoon op tijd kan blijven varen. Okay. Dit effect hebben we ook onderzocht, hè, samen met Buck Consultants, TNO en Pantaya. We hebben historische data bij elkaar gebracht en we hebben gekeken hoe de ontwikkelingen waren op de verschillende diepzeeterminals. En dan zie je enorme pieken, enorme dalen in de afhandeling van de containers. Dan zie je dus inderdaad ook die clustering van de binnenvaartschepen en de diepzeeschepen en de feeders die onderling eigenlijk dan op een gegeven moment ervoor zorgen dat er enorme pieken ontstaan. En die pieken zou je eigenlijk het liefst willen afzwakken, want in die dalen, zeg maar, daar zit eigenlijk capaciteit die eigenlijk onbenut lijkt inderdaad. Ja. Plus het feit dat al die pieken natuurlijk op een gegeven moment dat domino-effect genereren, waardoor je die vertragingen krijgt. En dit is het antwoord mogelijk? Dit is het antwoord mogelijk om naar te kijken. Dat is eigenlijk, zeg maar, te kijken om naar die slack die eigenlijk nu in de planning bij iedereen zit. Om te kijken of je die dynamiek die er zit in de diepzee, of je dat kan glad trekken. Dus of je kan zorgen door een buffering te maken met Lego bakken. Dus Lego bakken zijn... Vertel eens even wat een Lego bak is. Okay. Lego bak is eigenlijk een bak met containers. Een duwbak. Een duwbak, maar dan in een formaat die optimaal kan uitgewisseld worden met het achterland. Die je zou kunnen bufferen, die je zou kunnen laten wachten in Rotterdam bijvoorbeeld op of dat de capaciteit beschikbaar is om afgehandeld te worden. Of voor Rotterdam kan laten wachten om afgehandeld te worden. Of eventueel later kan afzenden vanuit het achterland om afgehandeld te worden. Dus die in principe kan inspelen op die pieken. Dus in ieder geval zorgt dat als er een piek is,
dat in ieder geval daarvoor of daarachter kan worden afgehandeld. Maar dan natuurlijk wel als voorwaarde dat dat binnen die strakke windows van die containers zit. En ik zie je dat de terminal dan vanaf die bufferplek de regie overneemt van wanneer iets opgehaald of gebracht wordt. Dat is natuurlijk dan wat nieuws ten opzichte van nu, als we dat zouden doen. Ja. Je zou in principe dan de bak droppen en die wordt dan opgepakt door de terminal als die daar capaciteit voor heeft en die handelt hem dan af. Waarbij je natuurlijk wel de balans moet hebben. Je kan natuurlijk niet onbeperkt bakken blijven droppen als er een piek is, want dan krijg je natuurlijk een groot probleem. Dus daar moet je zoeken naar de ruimte of die beschikbaar is om daar die afhandeling te doen. Lijkt het een beetje op een soort treinidee met een rangeerterrein? Dus de locomotief trekt ergens van gods naartoe en dan handel je ze af. Ja. De bakken ben je ergens naartoe en de locomotief, oftewel het duwschip, gaat verder. Ja. Of het woonschip. Uiteindelijk natuurlijk met de trein moet je uiteindelijk weer zorgen dat de trein ook weer terug gaat rijden. Dus je hebt altijd een strak window waarbij je toch wel moet behandelen. Okay. Maar die slack die ga je oplossen eigenlijk. En want nu als je met een bonte bak, als je dan door verschillende terminals in Rotterdam moet aandoen, dan blijf je natuurlijk ook bakken meedragen of meevaren die voor andere terminals bedoeld zijn. En als je die bakken kan afgeven bij de verschillende terminals die daarmee aan de slag moeten, dan kun je in ieder geval zorgen dat je de lading en de motor van elkaar ontkoppelt. Zodat je efficiënter het rondje kan maken in Rotterdam. En dat je ook je dienstregeling die je hebt naar het achterland, dat je die kan vasthouden. Even nog over die bondheid en dergelijke. Ik begrijp dat alle ogen zijn gericht op meer model shift naar het water. Daardoor, als je dus andere type lading hebt, de grote dikke stromen hebben we al, dat het per definitie een grotere mate van die bondheid oplevert. Ja, ja, kijk, hele grote verladers die kunnen natuurlijk bijna zeg maar, zelf een binnenvaartschip volladen. Maar het gaat natuurlijk vooral om die kleinere volumes die op een gegeven moment net niet genoeg zijn om te zorgen dat een dienstverlening rendabel wordt. En die wil je eigenlijk ook trekken naar de binnenvaart. En model shift projecten die ik heb gedaan, dan zie je vaak toch dat op een gegeven moment het vertrouwen er moet zijn dat die dienstregeling dat die blijft bestaan. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat de dienstregeling is natuurlijk, of het een groene of een rode barge is. Maar dat in ieder geval de containers continu naar Rotterdam worden gebracht en gehaald. Dus even plat gezegd, dan zegt iemand, nou, ik probeer het wel met de binnenvaart. Maar als dan door die bondheid blijkt dat er de planning totaal niet gehaald wordt of het lijkt nergens op, zegt hij, nou vergeet het maar. Ja. Ik ga wel weer terug. Ja, zodra er weer zo'n piek ontstaat en die piek zorgt voor dat domino effect. Dan krijg je op een gegeven moment dat er gewoon geen afvaart is, want het heeft geen zin, want het is te druk. Dan gaat iedereen met de truck. Ja. Dus het idee van de verkenning is om te zeggen van met zo'n buffer kun je misschien twee dingen doen. Eén, die het afstemmen van die vier cycli iets makkelijker maken. Ja. En dat zal niet alles oplossen, maar een stukje. En het tweede, als je meer volume gaat halen, dan moet je iets doen met die bondheid. Maar los je dat dan op met bakken of in de haven of in het achterland, die bondheid? Dat zal een combinatie staan, maar het ontstaat natuurlijk in het achterland, waarbij je op een gegeven moment zou moeten kunnen groeperen per terminal. En eigenlijk het mooiste zou zijn natuurlijk als je kan groeperen per diepzeeschip, want dan kan je natuurlijk ook de efficiëntie op de diepzee terminal verbeteren. Heb je daar ook plaatjes van? Wat zal het volgende plaatje? Nee, nog niet. Zal ik dit plaatje nog toelichten? Doe maar even. Ja, hier zie je eigenlijk de verschillende verbindingen naar Rotterdam en de samenstelling van die verbindingen. Dat zijn maar kleine lettertjes, maar links staat de terminals in Rotterdam, verticaal onder elkaar, en onder staan de achterlandterminal. Ja. Dus dan zien we dat de ECT DDES onderaan de meeste verwerkt en dan kun je zien aan een heleboel kleurtjes dat het van ontzettend veel plekken afkomt. Ja. Zoiets dergelijks. Ja, dus je ziet ook de kleurtjes, hè. Je ziet dat het heel bont is welke terminals ze aandoen. En als je een grote dikke stroom hebt op een bepaalde terminal, dan kan je dat natuurlijk mooi bundelen en dan kan je dat in één keer in één grote call dan kan je dat doen. Maar als je kleine volumes hebt en zeg maar een behoorlijk wat terminals aan moet doen, ja, dan wordt het moeilijker om dat te richten echt op die diepzee terminal. Maar kun je dat oplossen? Kun je daar iets mee? Kun je dat voorkomen dat het dat je zo'n rondje naven moet doen? Dat is natuurlijk het verhaal van het bundelen, het samenwerken in de regio, kijken of je samen kan komen tot een dienstregeling, zodat je samen veel meer kan verdelen, kan bundelen naar Rotterdam toe. Het kan ook zo zijn dat als je een dienstregeling natuurlijk opzet, een goede dienstregeling hebt die stabiel is, die een goede frequentie heeft en die kan inspelen op die verschillende windows, dat zo'n frequentie ook weer andere lading aantrekt, waardoor die lading dan toch weer breder wordt. Ja, maar ik heb nog steeds niet het punt gehoord van, dan heb je zo'n Lego-bak, hoe groot die dan ook is. En dan zou ik maar zeggen, twee containers op en die moeten in principe naar zeven terminals. Dan zei je net van, dat moeten we niet hebben. Dat ook zo'n bak rondgaat. Wat is daar dan de oplossing voor?
Ja, als je het zeg maar in het achterland niet kan oplossen, moet je inderdaad gaan samenwerken. En dan zou je eens kunnen kijken, heb ik dat, was dat het andere plaatje? Nee, dat is dan even over de bakken zelf. Dan zal ik het... Oké, zometeen dan kom ik erop terug, want vind ik toch wel... Ja, dat is ook wel een... We streven er allemaal naar om de achterland meer naartoe te trekken. Dat betekent meer bondheid. En je zegt zelf, dat levert een probleem op. Dus dat moet wel opgelost worden. Ja. Anders gaat het niet. Ja, maar het is zelf ook nog over de bakken zelf. Hoe groot of hoe klein die moeten zijn, geloof ik. Ja. Ja. Kijk, het is natuurlijk, je hebt hele grote bakken, je hebt hele kleine bakken. Maar eigenlijk moet je kijken inderdaad van wat voor frequentie wil je eigenlijk in het achterland opzetten. En eigenlijk hoe hoger de frequentie natuurlijk, soms hoe beter je daar de dienstverlening kan maken en hoe beter je op die containerwinners kan inspelen. En in principe is er in het verleden is er ook onderzoek naar gedaan. En dat was inderdaad een bak van 48 teu. Dat was ongeveer de optimale situatie waarbij je kan zorgen dat je in ieder geval heen en terug een volle bak hebt. Want je hebt natuurlijk altijd lading heen, exportlading. En je hebt natuurlijk importlading terug. En in de meeste regio's in Nederland is daar zeg maar een onbalans in. Dus je wil ook kijken dat je inderdaad dat je een dekkende rondvracht hebt. Ja. Ja, kun je zeggen van wat zijn de voor- en nadelen van een kleine bak en wat zijn de voor- en nadelen van een grote bak? Ja, als je weinig lading hebt en een grote bak hebt, dan is het eigenlijk heel inefficiënt om daarmee te gaan varen. En eigenlijk als je kijkt naar het Lego bakken concept, dan zou je eigenlijk ook in de diepzeeterminal met die bakken kunnen combineren. Als je natuurlijk een hele grote bak neerlegt en is half leeg, dan is het heel inefficiënt. Dan kan je eigenlijk twee bakken beter neerleggen die vol zijn, naast elkaar leggen. En dan krijg je veel efficiëntere afhandeling. Dus we moeten wel heel veel kleine bakjes maken? Ja, afhankelijk van hoe groot je lading is. Ja, maar zit er dan ook een nadeel aan een kleine bak? Ik heb dat nauwkies of wat betreft weerstand niet zo prettig is. En ja, dat ook. Niet. Ja. En natuurlijk een kleine bak natuurlijk qua stabiliteit is dat gewoon niet goed. En als je een hele kleine bak hebt, dan worden die containers die erop transporteert, worden natuurlijk heel erg duur. Maar daarbij zou je natuurlijk kunnen kijken naar een combinatie van kleine bakken. Dus dat je een soort koppelverband maakt van kleine bakken. Okay, per terminal. Heb je er een fluitje van of niet? Daar zit plaatjes in vrij grote bakken zijn dit. Maar je hebt in feite kan je dat natuurlijk ook in kleinere bakken doen. Waarbij je natuurlijk wel afhankelijk bent vanuit welke regio je vaart. Want niet in alle regio's kun je bakken naast elkaar leggen en zo door de vaart heen duwen. Daar heb je natuurlijk wel een beperking in. Maar er zijn ook heel veel onderzoeken natuurlijk gedaan naar verschillende bakken laden. Op verschillende plekken en die samenbrengen in een konvooi en dan op die manier naar Rotterdam brengen. Dus zo kan je eigenlijk op verschillende manieren kan je logistiek concept in elkaar zetten. En kun je dus met zo'n één of twee formaten bakken, moet je dat hele diversiteit van vaarwegen en achterland mee kunnen bedienen? Ja, in de praktijk denk ik, of niet? Ja. Want anders, allerlei verschillende soorten maten is het ook niet ideaal. Ja. Hoe krijgen we wat vragen binnen? Even kijken. Wie gaat het betalen? Rekening houden, volgorde containers op om te laden. Die komt zo meteen. Laten we eerst even die bondheid doen. Ja. Want dit gaat geloof ik over het minder bond maken van een bonte bak. Ja, eigenlijk zie je bovenin zeg maar de bonte bakken. En dat zijn eigenlijk zeg maar de bestemmingen van het achterland en die varen naar de diepzee. En die worden daar, die gaan eigenlijk alle terminals langs. Hè. En daar zie je dat het domino effect ontstaat als er op één terminal problemen ontstaan. Daarna zou je inderdaad gewoon met één bak langs verschillende terminals kunnen gaan en daar gewoon de verschillende containers ophalen. Je kunt ook groepage doen, dus dat je inderdaad voor Rotterdam ergens gaat overslaan. En dat zijn inderdaad zeg maar de laatste waarbij je gaat verzamelen voor Rotterdam. Dan krijg je natuurlijk extra moves, dus dat is vrij duur. Waarbij je dan eigenlijk de efficiëntste manier is om langs een aantal terminals te hoppen en daar de containers op te halen. Binnenvaartterminals? Ja, binnenvaartterminals. Oké, dus iemand vaart langs de binnenvaartterminals, maar die zorgt er dan voor dat zo'n bak vol staat met containers voor één zeeschip of één terminal. Ja. Single destination heet het, geloof ik. Ja. Ja. En eigenlijk inderdaad, op een gegeven moment krijg je een verzameling bakken. En als je natuurlijk een hele grote verzameling bakken moet gaan maken, dan gaat dat heel veel geld kosten. Dus eigenlijk moet je inderdaad zorgen dat je heel efficiënt kan varen op die windows. En dat je eigenlijk het liefst Rotterdam binnenvaart, de bakken worden geladen gelost. En je vaart Rotterdam weer buiten met de bakken, zodat je niet een enorme voorraad krijgt. Want je kunt niet al die bakken gaan parkeren in Rotterdam. En vervolgens met een sleepboot alles laten heen en weer varen. Dus je moet kijken hoe je daar op een efficiënte manier mee kan omgaan. Ja. En nu is er ook al ruimte, want nu wordt eigenlijk ook al wordt de capaciteit gereserveerd om inefficiëntie op te lossen. En in feite zou je als alternatief kunnen kijken naar deze oplossing om te kijken of je daarmee de inefficiëntie wel beter kan pakken. We komen nog toe aan de vragen, iedereen die luistert, maar ik pak even een goed moment. Ga verder. Ja, het belangrijkste is inderdaad ook, dat zie ik ook vaak in het achterland, dat je als je een goede mogelijkheid hebt en een goede dienstregeling hebt vanuit het achterland,
dan trekt dat vanzelf ook weer lading aan. Ik heb nog de shift projecten gehad waarbij we met planners aan de slag waren. Dat op een gegeven moment bepaalde verbindingen, dat we zagen van ik, dat is een betrouwbare verbinding. En vervolgens werd die ook gebruikt door die partij, door die planners. En als je dan vervolgens in meer volume krijgt, dan krijg je ook veel meer mogelijkheden om te differentiëren in Rotterdam. Dus volume is goed? Ja. Oké. Okay. En dan kom je bij de kraan aan. Uiteindelijk gebeurt het daar weer bij het scharnier. Ja. Dus dan kom je eigenlijk aan met die bak bij in de haven. En dan wil je eigenlijk die bak zo snel mogelijk lossen en laden. Om ervoor te zorgen dat je optimaal gebruik maakt van die kraancapaciteit. En wat heb je nou zo onderzocht hierin? We hebben net gekeken welke mogelijkheden er zijn als je bakken hebt om die zo snel mogelijk te laden en te lossen. Dus we hebben verschillende scenario's doorgerekend. Om te kijken hoe je de bakken, sowieso de omvang van de bakken waar we naar willen gaan kijken. Maar ook de afhandeling van de bakken. Want hoe sneller de afhandeling van de bakken kan gebeuren, hoe sneller de bak weer beschikbaar is om hem weer mee te nemen naar het achterland. Dus op die manier zou je in feite die kraancapaciteit die beschikbaar is optimaal kunnen benutten. En je zou natuurlijk ook in je stuwage, dus de belading van de bakken kunnen rekenen. Op de afhandeling op de terminal, zodat de terminal heel snel op de terminal zelf ook het proces kan afhandelen. Ja. Want in feite, de bak die je los op de terminal moet uiteindelijk naar een zeeschip. En als het zeeschip er al is, dan is het makkelijker natuurlijk om dat te doen. Ja. Maar je hebt natuurlijk altijd weer de buffer dat je 24 uur van tevoren aanwezig moet zijn. Ja. Maar qua stacking, zeg maar, dus het plaatsen van de containers op de diepzeeterminal, zou het goed zijn als het diepzeeterminal zo leeg mogelijk is en de stack zoveel mogelijk efficiënt is ingericht op de afhandeling naar de diepzeeschepen. Ja, dat is een beetje in tegenspraak met elkaar. Van, er kan een enorme bub staan, een enorme piek en het moet zo leeg mogelijk zijn. Ja. Dat is wel een... Eigenlijk natuurlijk als een diepzeeschip aankomt en hij ligt daar 36 uur. Kijk, als je weet dat jouw container als eerste wordt gelost en je kunt daar een combinatie in maken. En je kan zorgen dat je in ieder geval die achterlandbestemming ook wordt gebundeld vanuit de zeeterminal. Dan kan natuurlijk heel snel de container doorgevoerd worden. Kijk, dus om zeggen, moet je zo zeggen, dan ligt er ergens een lege bak en die is bestemd voor, ik noem maar wat, Nijmegen. En als het zeeterminal dat weet en ook weet welke containers op dat zeeschip voor Nijmegen bedoeld zijn, dan gaan ze niet stekken in, dan gaan ze rechtstreeks naar die bak toe. Ja, als het goed uitkomt in de planning. Ja, als die bak daar ligt natuurlijk. Als die ligt, als die goed naar enzovoort. Maar dat is het vervolgonderzoek. Okay. En het liefst heb je dat je natuurlijk als je een bak eruit haalt, dat je ook weer een bak erin zet, zodat je geen lege moves eigenlijk maakt op de diepzeeterminal. En dan bakken jij een container mee. Ja. Dus die containers, als je een volle Lego bak zou hebben, dan heb je natuurlijk wel de uitdaging dat je eerst de containers eruit moet halen voordat je ze weer erin kan stoppen. Oké, ga verder. En daarnaast heb je ook de uitdaging om de kraan, zeg maar, op een goede manier over die bak heen te laten strijken. En daar wil je eigenlijk voor zorgen dat die eerst, zeg maar, continu een sector, dus eigenlijk een stapel of een kolom container, zeg maar, je dwars over van rechts naar links, dat hij die container steeds weghaalt en dan de container doorschuift. En snel een laag tussendoor is natuurlijk niet zo efficiënt, want uiteindelijk zou je het liefst hebben dat je als een container eruit haalt, dat je hem ook weer terugzet. Mm-hmm. En eigenlijk liefst handel je meteen de volledige bak af, omdat je als je de bak weer moet weghalen, moet terughalen, dat kost een hoop tijd. Maar het is wel een optie die zou kunnen op het moment dat je haast hebt. Het is wel een optie als je het haast hebt. Of er ruimte is. Ja. Maar eigenlijk is dat iets wat we zo meteen gaan onderzoeken. Om te kijken of die ruimte daar is in die windows. Om te zorgen dat je met een beperkte voorraad bakken binnen die containerwindows zou kunnen afhandelen. Oké. Okay. Ja. En natuurlijk die kraan is over de kade aan het bewegen. En een kraan over de kade bewegen is een behoorlijk gewicht, dus dat kost behoorlijk wat energie. Dus bij voorkeur heb je dat inderdaad gewoon op één sector eigenlijk, dus één rijtje containers, eerst dat afhandelt en vervolgens de volgende pakt. En dat is ook goed voor de positionering van de containers op de kade zelf, waar ze natuurlijk ook moeten worden afgevoerd door karretjes. Ja. Is het ook denkbaar dat je de bakken doorvaart? Dat kan, maar dan moet je ook de kaderruimte daarvoor hebben. Okay. Vaak zie je dat, zeg maar, dat je hebt de diepzeeschepen of je hebt inderdaad een specifieke kader voor barges. Dus je zou het kunnen doen, maar dan moet je ook natuurlijk weer die bak gaan aanleggen. Dus goed vastjoren. Waarschijnlijk helpt het niet. Ja. Dus je hebt natuurlijk uiteindelijk moet je die spreader, zeg maar, die op die container komt en die hem ophaalt. Die moet natuurlijk continu op een goede manier erboven opvallen. Dus als je steeds de kraan gaat opzij gaat zetten, dan mm-hmm. Okay. Ja. En we hebben eigenlijk onderzocht, en dan zou het eigenlijk nog het meest efficiënt zijn om twee bakken naast elkaar te leggen, want dan hoef je de kraan niet te verrijden. Dan kan je eigenlijk één sector
in één keer leeghalen, in één keer vullen en zo langs de bakken strijken. En dan kan je in principe hoef je ook niet continu bakken weg te halen en aan te brengen. Dan kan je ze eigenlijk in één keer met z'n tweeën aanbrengen, afhandelen en dan zou je in principe alweer mee kunnen worden genomen. Okay. Als de mitse containers natuurlijk beschikbaar zijn. Om ze mits, alles bij elkaar. Ja. Ik zie een paar vragen komen die eigenlijk allemaal gaan weer ook nog even terug over die relatie tussen het achterland en de zeeterminal. Waarbij ik merk dat het hele verhaal van die bonte, dus heleboel verschillende containers voor verschillende terminals, die in het achterland zo aangeboden worden nou eenmaal. Hoe zorg je nou voor dat uiteindelijk één Lego bak met alleen maar containers voor één terminal nergens naartoe vaart? Dat wordt nog niet helemaal begrepen. Er zijn een aantal mensen die hebben daar vragen over. Leg nog eens uit hoe dat zit. Dus misschien moeten we even teruggaan naar dat punt van die hub en spoke en meer van dat soort dingen. Dat je het in wat kleiner uitlegt van hoe gaat dat dan? Ja, eigenlijk in het beginsel begint het natuurlijk met het feit dat je moet zorgen dat je, als je voldoende volume hebt. Dat zijn mooie situaties. Nou, hebben we dan in, dan komt er een bak uit het achterland. Er is een voorbeeld van een aantal verladers in het achterland die zeg maar afstemmen over het gebruik van elkaars containers. Nou, afstemmen zodat ze in ieder geval een dikke stroom krijgen naar Rotterdam. Ja, maar dus dan wordt het eigenlijk een paar keer de moeilijkste. Want nu is het allemaal al ontwijk je het moeilijke geval. Ik heb wel eens begrepen dat in Nijmegen of andere plekken dat men met een hub en spoke model werkte. Ja. Ja. Waarbij dus op extra overslag kwam, net zoals FedEx en UPS dat doen. Ja. Waarbij willekeurige containers voor allerlei bestemmingen op één plek komen. En dan wordt er omgesorteerd, zodat één schip of één Lego-bak liefst maar één bestemming heeft. Ja. Ja. Dat moet je dan gaan doen voor dat achterlandvervoer wat erbij zou komen, blijkbaar. Dat is natuurlijk een optie, maar je hebt natuurlijk dan krijg je natuurlijk dat je de extra kraanmoves krijgt. Hè, want dan gaat de container twee keer in een achterlandterminal. In een achterlandterminal. En dan krijg je de afweging van die extra kraanmoves, die kosten geld. Ja. Maar het efficiënte gebruiken van het binnenvaartschip, omdat die niet ligt te wachten in de haven, beter afgehandeld worden, dat levert geld op. Ja. Ja, dus weeg dat tegen elkaar op en hoe ruil je het geld uit? Nou, ik heb eraan doorgerekend een keer in het verleden en dat weegt tegen elkaar op. Inderdaad, als je ziet hoe de vertragingen nu zijn en als je een binnenvaartschip moet gebruiken om verstoringen op te lossen. Ja, om te zorgen dat het rondje naar Rotterdam vanuit Achterland blijft bestaan, dan levert dat op. Je hoeft natuurlijk advies zou zijn van als je dus echt naar die extra lading toe gaat, erbij halen, dus niet vervangen van het huidige, containers van de weg op de binnenvaart, dan krijg je dit erbij. Dan is het weegt er tegen elkaar op. Op systeemniveau, om extra behandelingen door de binnenvaartterminal te doen, zodat je in de binnenvaart beter afhandelt en een beter product hebt. Kijk, je hoeft niet de hele bak leeg te halen natuurlijk. Je moet gewoon kijken welke bak het meeste containers zet voor één terminal. En die maar dat betekent dat er wel geld uitgewisseld moet worden tussen de kraaneigenaar die dat sorteren doet en de binnenvaartschipper die er een voordeel van heeft. Ja. Anders werkt hij niet. Ja. Maar het sommetje is zo dat op verladeniveau zou je zeggen van nou jongens, doe dat maar. Want dat is veel beter, want dan heb ik een betrouwbaarder product. En overal kost het niet meer. Het gaat dus over de verdeling van geld. Ja, precies. Oké, dat is anders. Zijn er nog die andere was dat je, zal maar zeggen, een soort achter elkaar aanvaart. En zeg, nee, ik wil alleen maar de containers voor ECT hebben. Ik noem maar wat. Ja, klopt. Ja, en dat moet je inderdaad. Dat is inderdaad belangrijk, omdat inderdaad, je kan natuurlijk niet zeggen van ik ga in Groningen beginnen. En dan ga ik er twee laden. En dan ga ik naar Heerenveen en dan ga ik naar de volgende. Nee. Dan wordt het heel erg duur voor de laatste containers om te transporteren. Dus je moet inderdaad dan in de regio kijken. Hoe je kunt samenwerken om in ieder geval die containers te bundelen. En er zijn natuurlijk heel veel achterlandterminals die in een netwerkverband zitten, die in een samenwerksverband zitten en die daarnaar zouden kunnen kijken. Ja. Die bij elkaar langs varen en dat zouden kunnen combineren. En dat zie je ook vaak als er echt een nood aan de man is en het domino-effect is echt effectief, dan wordt er ook inderdaad wel die samenwerking gezocht. En dan zie je ook dat er veel meer wordt gebundeld. En kun je dan met zo'n, is een soort, dan heb je eigenlijk over twee buffers. Hè. Je hebt de plek waar je die bak Lego bak neerlegt met containers voor één terminal in de haven. Ja. En je hebt dus een soort buffer mogelijkheid in zo'n hub waar je dan omwisselt. Ja. Op niet al te ver afstand van Rotterdam af. Want die kan ook sneller reageren als er een verstoring is. Ja. Als je het Basel moet plannen, dan moet je een week van tevoren plannen. Vanuit Nijmegen is het één dag. Ja. Of zo. In Basel dan ben je onderweg als er verstoring ontstaat. Maar, en een buffer kan natuurlijk zijn vanuit het achterland dat je de bakken of de container eigenlijk niet stuurt naar Rotterdam. Omdat je ziet het effect van de diepzee, dat je dat kan inzien en dat je ziet wat voor effect dat gaat hebben op het achterland. Ja. Dus dan buffer je eigenlijk op je eigen inlandterminal. Ja, zeker. En maar dat betekent dat er veel meer coördinatie is tussen het achterland en je pakt een ander systeem. Maar je moet ook beter op elkaar afstemmen om die
cycli op elkaar te krijgen, nog steeds. Ja, ja. Ja. En wie pakt nou welke rol daarin? Dan heeft die verlader, en wij zijn allemaal dienstverleners hier, die verlader die wil wat, die heeft een planning en dat diepzeeschip doet zijn eigen ding. En daar zit je dan tussen. Ja. Wat betekent dat nou voor zo'n verlader die wat wil? Moet die ook aanpassen? Eigenlijk zou je het liefst hebben dat je inderdaad een zodanige frequentie hebt op de diepzeehaven dat je daarop kan inspelen. Hè? Maar als je zegt frequentie op de diepzeehaven, dan bedoel je een soort metrosysteem van binnenvaart die langs loopt, ja. Elke dag eentje? Ja. Dus dat je met de samenwerkende partijen zorgt dat je in ieder geval elke dag een afvaart hebt, zodat je veel beter kan inspelen op de dynamiek zodra daar ontwikkelingen zijn, dat je kan zeggen van ik stuur deze containers of deze containers eerst. Dus laten we zeggen op plekken, of laten we zeggen de... misschien, ja, volgens mij had je een metroplaatje ergens gezien. Even kijken naar de kranenafhandeling. Doorladen. Nog iets verder. Oh, dat was weer terug. Ik denk dat ik door je powerpoint heen ben gebladerd, maar inderdaad er is een metrokaartje waarbij je inderdaad de verschillende achterlandlocaties ziet. Die in principe met elkaar verbonden zijn en waarbij je inderdaad overstapplekken hebt inderdaad. Waarbij je zou kunnen zeggen van oké, ik ga hier de containers uitwisselen. Nou, grappig is, van de metro heeft geen dienstregeling, behalve dat die heel frequent is. En daardoor lopen we gewoon naar het metrostation toe en dan stappen we in als er een voorbij komt. Die paar minuten wachten helpt niet. Dus het grappig vind dat de metro geen dienstregeling is en wij praten wel over een dienstregeling. Ja. Maar je zegt eigenlijk van als er maar heel frequent gevaren wordt, dan kun je gewoon zeggen, pak de volgende wel. En dat gebeurt nou niet? Nee, je hebt daar volume voor nodig natuurlijk. En dat is nu het grootste uitdaging. Dat je volume moet hebben om sowieso naar Rotterdam te brengen. Maar ook uit Rotterdam weer mee terug te nemen. Want als je altijd maar leeg terugvaart, ja, dan heb je natuurlijk een hele inefficiënte dienstverlening. Oké. En daar zit eigenlijk de grootste crux om te kijken hoe je daar samen met andere partijen kunt zorgen dat je die dienstverlening kan opzetten. Ja. Want dan kan je veel beter op die golfbeweging op de zee kan je inspelen. Ja, dan... We hebben het over dus een aantal dingen die op elkaar inspelen, die cycli die op elkaar in, waar Nextlogic al heel wat doet in die planning. Ja. En dit idee is dan als je nog verder wil komen, wat een flinke stap is, dan zou je eens moeten kijken naar, trek meer lading aan, gebruik hubs om in ieder geval te zorgen dat je single destination krijgt, ondanks die bondheid, single destination en bij die kade, en bouw een paar buffers in. En dan zou je wel heel veel kunnen bereiken en om dat te doen. En zorg zou dat je ook een bestaande schepen kunnen gebruiken als een soort Lego-bak? Moet je best nieuwe schepen voor bouwen? Dat zou natuurlijk kunnen, ja. Ja. Er zijn natuurlijk bestaande schepen die gewoon al een frequentie hebben op Rotterdam. En als je die zou kunnen ophogen, kan zorgen dat er veel meer lading wordt aangetrokken. Dan kan dat. Is dat een beetje een probleem? Als er lading is, dan varen we. Maar als we niet varen, dan komt er geen lading? Ja, dus ergens moet je die kip-ei doorbreken. Ja, dus nu is het inderdaad vooral die betrouwbaarheid. Als er betrouwbaarheid er is, en betrouwbaarheid is in mijn gevoel als er frequentie is. En als je beter kan inspelen op die golven die er zijn, zeg maar, op de diepzee, en dan de golven zeg maar in vraag en aanbod en de veranderende planning, dan zou je daar veel beter op kunnen inspelen. Oké. Okay. En is al alles uitgezocht hier rondomheen? Want volgens mij hebben we er ook een sheetje van. Ik bedoel deze, de volgende qua onderzoek. Kijk, we hebben er is een hoop uitgezocht, ja. Hè, over hoe het web inwerkt en dat het zou kunnen. Er is volgens mij ook al, je bent er eentje te ver. Oh. Er is ook al gesproken met een potentiële investeerder in en beheerder van die bakken. Want ja, voor wie zijn die bakken dan? Hè? Ja. De Lego bakken, waar we het over hebben. En bijvoorbeeld InvestNL en dergelijke. En andere partijen die zijn bij een bepaalde schaal best wel geïnteresseerd om dat soort dingen te doen, bleek. Ja. Vooral als je ook weer extra lading aantrekt naar de binnenvaart. Want even voor mijn gevoel, hoeveel procent van de containers gaan nu via de binnenvaart en hoeveel procent via de weg? Oeh, dat is een goede vraag. 30% ongeveer dacht ik via de binnenvaart en 70% via de weg en spoor. Recent is daar weer natuurlijk weer een, dat stond vandaag weer een... Ja, dat gaat op en neer, maar dat soort 1/3, 2/3, dat geloof ik te zeggen. Dus er zit nog... Er zit nog een behoorlijk potentieel in om te shiften. Ja, groei is lekker, want dan kun je wat. Dus dat daar zitten wel mogelijkheden, moet je natuurlijk aan rekenen. Het is veelbelovend. Wat moet nou nog gedaan worden om er nog meer body onder te geven? Ja, de volgende stap is eigenlijk inderdaad te kijken naar die windows, hè, waar iedereen natuurlijk nu op aan het plannen is in op de verschillende diepzee terminals. Of inderdaad in die windows, of daar die ruimte is om die buffers te creëren. En dan is het inderdaad kijken... En of je daardoor de pieken afvlakt. Ja, of je inderdaad voldoende capaciteit hebt, of je inderdaad de bakken zo zou kunnen organiseren dat ze heel snel kunnen worden afgehandeld.
hoe snel ze kunnen worden afgehandeld. En eigenlijk of je inderdaad op een hele efficiënte manier dat rondje tussen Rotterdam en het achterland kan ondersteunen. En als ik begrijp, dus ook wat voor eisen stelt dat aan ook verladers die eisen opleggen, ja, aan degene die tussen zitten, om daarop in te spelen? Ja. Want daar zal op alle kanten wat moeten gebeuren, vrees ik. Ja, ja. Dus verladers rekenen eigenlijk op een bepaalde frequentie. Of die hebben gewoon een productieproces, passen ze vaak ook aan de afvaart vanaf de ene terminal. Ja. Dus ja, dan moet je gewoon op een gegeven moment moet je kunnen kijken hoe je daarmee mee omgaat. Ja. Kijk, de inland terminal zelf is natuurlijk ook al een stukje een buffer. Ja. Maar je moet inderdaad kijken hoe je vanuit de volledige keten, zeg maar die golfbewegingen die vanuit de diepzee klotsen eigenlijk in het achterland weer terugkomen, hoe je die tot rust kan brengen. Ja. Ik heb ook wel iemand gehoord die zei van, het zou mooi zijn als dit heel uit een heel ander perspectief. Die zei, het zou mooi zijn als die bakken er kwamen. En dat die ook een schroef hadden en dat je wat energie op kon zetten, want we komen wat steeds meer tekort aan hele kleine schepen die daar vaart in kunnen. Ook voor bulk. Klopt dat? Nou, er zijn natuurlijk al bakken die zelf kunnen varen. Dus, nee, maar is het een tekort aan kleine schepen? Zitten we een beetje in overmaat aan grote schepen? Binnenvaartschepen? Ja, er wordt tegenwoordig heel veel gezet in die grotere schepen. En die kleine schepen zijn er steeds minder. Ja, en dat is voor de haarvaten is dat weer minder goed. Ja. Alles met elkaar. Dus dat speelt ook. Ga even kijken, want we hebben nog 5 minuten. In hoeverre is de data beschikbaar om efficiënt te plannen? Is die allemaal beschikbaar of geven we elkaar te weinig informatie? Dat is natuurlijk eigenlijk een stukje in de verdeling in de verschillende lagen van de partijen die in de keten samenwerken. Hè? Want iedere partij in de keten heeft zijn eigen windows en uiteindelijk de verlader die krijgt het kortste window. Ja. De freight forwarder heeft een iets groter window en die heeft weer een iets groter window naar de diepzeekant. En eigenlijk moet je zoeken waar daar de ruimte zit in die windows om daar te Maar geven, te elkaar, geven we elkaar daar de informatie voor als partijen of kan dat nog beter? Dat kan nog beter, maar het is ook heel complex. Waarom is het complex? Omdat iedereen zijn eigen stukje in de keten probeert te optimaliseren. En als je die informatie inderdaad niet deelt met elkaar, dan kom je daar niet uit. Dus daar is ook nog wat aan het doen. Dan blijf je vrij rigide, blijf je zitten eigenlijk vanuit het achterland naar Rotterdam varen. De diepzee die blijft zijn eigen dynamiek houden. En uiteindelijk komt die dynamiek blijven samenkomen bij de diepzeeterminal. Ja. Het wordt nu wel een stuk transparanter, want er komen meer systemen waarin informatie meer wordt gedeeld. Dus dat gaat al steeds de goede kant op, zie ik. Je bent positief, maar ik ben positief, wat te halen. Maar er zijn nog wel heel wat te halen. Ja. Want die informatie komt beschikbaar, maar dan zou er iets mee moeten worden gedaan. Ja. Nou, het allerlaatste stuk gaat natuurlijk over geld en betalen en wie doet nou wat. Als ik jou goed gehoord en geluisterd heb, zeg je van op systeemniveau, dus het achterlandsysteem en binnenvaart, als je meer aantrekt en dit soort dingen doet, is het waarschijnlijk dat je niet duurder uit bent. Ja. Alleen de verdeling van geld wordt anders. Ja. En je moet ook iemand in initiële investeringen doen. Dus het is een beetje, het lijkt erop van, het kan wel uit, maar voor individuele spelers alleen gaat het nooit werken. Omdat ja, ik krijg geld of het kost me geld, dan doe ik het niet. Ja. Dat zo is. En iemand moet ook de investeringen doen. Daarin. En dat is ook nog even naar elkaar kijken. Dus de vraag van wie betaalt het en wie gaat het betalen, daar zit meer in van overal klopt het, individueel klopt het niet. Ja, er zit natuurlijk een business case aan, maar er zit ook een risico aan natuurlijk. Dus iemand moet op een gegeven moment zeggen van oké, ik ga daarmee beginnen. Ja. En waar zou het eerste, behalve dat onderzoek, het eerste mee moeten beginnen volgens jou? Om uit te proberen, stel dat we geld hadden en zeggen nou we gaan een verlies nemen om iets tot stand te brengen. Ja, ik zou nu in eerste instantie kijken inderdaad naar een dienstregeling waarbij je bakken zou kunnen maken per hoogfrequent en waarbij je bakken zou kunnen maken per terminal. En dat kijken hoe je dan efficiënt een rondje kan maken met zeg maar de ontwikkeling. En hoogfrequent is dat 1 keer per uur, 1 keer per halve dag, 1 keer per dag, 1 keer per week. Wat is dat? Nou, ik denk dat ligt natuurlijk ook weer net van de afstand naar Rotterdam natuurlijk. Ja, dat is hoe ver je moet varen. Ga je uit Groningen komen? Pistool op de borst zetten. Noem eens een frequentie. Oké, ik zeg minimaal 1 keer per dag. Minimaal 1 keer per dag? Ja. Oké, dat is mooi om mee te nemen. We zijn aan het einde van de tijd. Artjan kan er nog 1,5 uur over doorgaan. Dat heb ik al een keer uitgeprobeerd. Dat is hartstikke leuk. Doen we misschien een andere keer. Bedankt jullie voor de vragen. Ik vond het zelf heel leuk om te doen. Artjan ook. Ja, dank je. En dit is nog allemaal terug te kijken. En bedankt.